Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft gisteren een lezing georganiseerd met als titel Over som en schrap. De lezing ging over twee gouverneurs van Suriname en is verzorgd door Nettie Schwartz en Philip Dikland. Ze gaven onder meer aan dat in 1683 de Sociëteit van Suriname de kolonie Suriname overnam van de Staten van Zeeland. De gouverneurs van Sommelsdijk en van Scherphuizen waren de eerste twee die naar Suriname werden gestuurd om de ontwikkeling te begeleiden. Dikland vertelt meer over het bestuur van Sommelsdijk. Hij gaf daarbij uitleg over het eerste wapen van Suriname. En die sociëteit bestond eigenlijk uit drie groepen. Het was een beetje een samenraapsel. Het was een gelegenheids iets. Stad Amsterdam nam daarin deel. Hier ziet u het wapen van de stad Amsterdam. De West-Indische Compagnie nam daarin deel. Hier ziet u hun wapen. En de familie van Sommelsdijk was ook voor een derde eigenaar. Wat ook de reden was dat die gouverneur van Sommelsdijk hier kwam. Die met z'n drieën hadden dus een club gevormd, een bedrijf gevormd. En dat heette de Sociëteit van Suriname. Heel lang heeft het wapen van de Sociëteit geprijkt op het paleis. Hier ziet u het weer. Alleen hier ziet u wel de stad Amsterdam en het wapen van de West-Indische Compagnie. Van Sommelsdijk is daar al lang verdwenen, want die zijn er op een gegeven moment uitgestapt. Het is wel het wapen van de Sociëteit. Het is nu weg. Hè? Het is vernieuwd. Bij het paleis is nu gewoon het wapen van Suriname. Ik weet eigenlijk niet waar het oude wapen is gebleven. Ik neem aan dat het ergens tentoongesteld staat binnen in het paleis. Na de verdeling van Suriname rond de koloniale tijd waren er nog niet veel plantages, zegt Dikland verder. Nettie Schwartz vertelde dat gouverneur van Scherphuizen verschilde van Sommelsdijk. Hij had meer gevoel voor recht en waarheid, terwijl van Sommelsdijk meer een vrij karakter had, zegt Schwartz. Dikland ging nader in op de verdeling van de plantages. Het actieve gedeelte in die tijd, dat stopte bij de Suriname rivier. De Suriname rivier en de Para hoorden er nog bij. U ziet hier niet de plantages langs de Suriname rivier, omdat deze kaart nooit is afgemaakt. Ze waren er wel. Veel verder ging het niet. De Saramaca was nog niet ontwikkeld. Kopenama was niet ontwikkeld. Koroni en Nikeri bestonden nog niet. Het actieve plantagegebied was in die tijd Komewijn-Kotika, Suriname rivier. Dit is een kaart uit de tijd van Sommelsdijk. U ziet hier weer het wapen van de Sociëteit. U ziet weer Amsterdam, West-Indische Compagnie, het wapen van Sommelsdijk. Ze hadden dus dat hele gebied ingepikt. Volgende. Dan gaan we nu over naar de eerste gouverneur van de Sociëteit. Dat was gouverneur van Aarsen. En die was er vanaf 1684 tot 1688 hier. Volgende. Er zijn drie afbeeldingen van hem bekend. Eén als jongeman. Dat is een heel bekend schilderij. Eén op wat oudere leeftijd. Daar heb ik eigenlijk de gegevens nog niet zo van hoe dit schilderijtje is ontstaan. En één ten tijde van zijn overlijden. Dat ziet u helemaal rechts. Volgende. Van Sommelsdijk was wat betreft als gouverneur een beetje uitzondering, want hij was tevens mede-eigenaar van Suriname. Hij was niet alleen gouverneur, hij was dus niet alleen de lokale bedrijfsleider. Nee, hij was mede-eigenaar. Hij had zich ingekocht in die sociëteit. Was voor een derde deel eigenaar, maar wilde het zelf ontwikkelen. En stond er dus op dat hij zelf naar Suriname zou gaan om de zaak te aan te pakken. Aldus Philip Dikland, inleider tijdens de gisteren georganiseerde lezing door het Nationaal Archief Suriname, NAS. De lezing is getiteld Over som en schrap, de eerste twee gouverneurs van Suriname.